good, Kelvin! Mijn naam is Kelvin, a.k.a. We out here back at it again met een nieuwe video. Ik ben nog steeds hier thuis, ik ben nog steeds met Otje. Hey, Otje, what's good? Otje! Oké. Okay. Otje is nog steeds een fucking leeuw, man. You know what's good? What's good, nyaka? Ben je nog geen onderdeel van de Kelvin? Doe dat dan sowieso door te abonneren op Kelvin en me te volgen op Instagram. Hey, it wordt nice, man. We got this. Doe eens gek, want je bent al normaal genoeg. That's a man. In ieder geval. Ik wil even mijn mond uitreiken. Even in een momentje. Ik wil jullie even vragen om jullie mening. Geef deze armband even een cijfer. Geef hem in de comments even. Rate deze even. Dit is hard, man. Je kan niet haten. Zo, de zon komt ook even door, hoor. Goedemiddag. Het is weer zover, mensen. De radio dondergod heeft weer toegeslagen. Schuif het niet onder tafels of banken of stoelen. Het is gewoon de waarheid. Ik ben weer even volledig in het kontje genomen door een bepaalde partij. Die ik niet bij naam ga noemen, want anders heb ik straks 80 rechtszaken en heb ik geen zin in. Dus dat gaan we niet doen. Zo, hey. Doe even normaal. Jongen, mafkees. Kelvin, jullie weten hoe ik ben, oké? Jullie weten wie ik ben. Jullie weten dat ik altijd mensen aan het lachen wil maken. Dat ik alles altijd met comedy reasons doe. Ik wil jullie gewoon blij maken. Zo, ik zal nooit mensen opzettelijk pijn proberen te doen. Maar soms zijn er bepaalde partijen die dan toch linksom of rechtsom dat even zo weer even voor elkaar krijgen. En dan denk je bij jezelf, hè? Hoe dan? Als je de recap video van 2017 nog niet hebt gezien, moet je die sowieso gaan kijken. Maar daar zat een stukje in en dat ging ongeveer als volgt. Ik heb nogal wat haat gekregen door... Wat is het talent? Yep, kan niet altijd goed gaan, hè? In ieder geval heb ik soms bepaalde dingen gezegd in bepaalde interviews die niet helemaal geweldig waren. Maar ik ben er al lang over één en het is allemaal weer goed, weet je. Het is allemaal prima. Maar neem niet weg dat de instantie die dit heeft gedaan, en ik ga ze niet bij naam noemen, kan wel een lichte omschrijving geven van waar ik het over heb. Het is een radiostation uit Nederland en het is niet Q-Music en ook niet Slam FM en ook niet alle anderen, behalve die ene die heel erg groot is. En het heeft totaal niet een paars en een groen bolletje. En het heeft totaal niet drie cijfers. Het is totaal niet Radio 649. Radio 649! Een aantal dagen geleden kwam er een video online die heette Masha, dubbele punt. Kelvin kan wel een makeover gebruiken. Het is misschien algemeen bekend dat ik niet de grootste fan ben van Radio 649. Voor de mensen die niet weten, ik heb ooit een video gemaakt daar waarin ik ook ging reageren op muziekjes. En op een of andere manier is dat zo geknipt dat iedereen me in één keer ging haten. En dat is eigenlijk een soort van allemaal achter de rug. En weet je, ik ben ook niet de moeilijkste. Ik vind het allemaal oké. Maar het is voor mij nooit echt een officiële zand erover geweest. En wat doe je als je een relatie met iemand hebt en het is niet allemaal goed? Wat doe je dan een beetje? Juist, dan hou je een klein beetje, gewoon een klein beetje gedijst. Gewoon een beetje op de achtergrond van oké, laten we hem niet extra olie op het vuur gooien. Laten we niet extra een beetje... Wat doet Radio 649? Ze denken geen moment na en ze zetten gewoon volledig Kelvin in de titel van een van mijn beste YouTube vriendinnetjes, Masha. En mocht je nou afvragen van, hey Kelvin, dat valt toch best wel mee hoe Radio 649 dat allemaal dan, weet je, overdrijft waarschijnlijk. Nou, ik zal heel eventjes kort proberen uit te leggen op basis van mijn eigen video hoe dat dan een beetje werkt daar. Even een korte paar seconden stilte en een hap van deze paprika voordat we in deze storm gaan springen. Oké, okay, let's go. Ik heb hier een liedje van Ali B geluisterd. En daarin vragen ze van aan mij, wat vind je van Ali B? En dan reageer ik daarop. En dan zeg ik dit. Ali had toch laatst die track met Ronnie gemaakt. En dan denk ik van ja, het is wel een heel klein beetje een oude man die aan het rappen is. Over dingen die niet helemaal meer van zijn tijd zijn. Dan denk ik bij mezelf, oké, okay, maar ik moet wel even benadrukken dat hij wel een van de meest succesvolle rappers en ondernemers is van ons land. Dat moet ik er even bij zeggen. Over dingen die niet helemaal meer van zijn tijd zijn. Ik steek zo mijn handje even omhoog van, maar ik wil nog even dit en dit zeg. Maar nee hoor. Kijk, dan gaan we even door en dan zeg ik nog wat dingetjes over lyrics en zo. En op een gegeven moment vraagt iemand aan mij, hey Kelvin, zou jij eigenlijk miljonair willen worden? En dan zeg ik ja, want dat wil zeg maar iedereen eigenlijk wel. Kijk, de vraag zit er niet in. Het stuk zit er helemaal niet in. Dat is weet je prima. Dan zie je alleen dit. Ik wil eigenlijk het allerliefst rond mijn 25ste zeg maar in de buurt van een miljoen zijn. Maar als ik voor mijn 30ste miljonair ben, zou ik het ook wel chill vinden. En het resultaat hiervan is dat allemaal mensen op straat naar mij toe komen die zeggen, waarom wil je eigenlijk zo graag miljonair zijn? Ik hoef helemaal niet per se miljonair te zijn. Maar nu lijkt het net alsof het enige wat ik belangrijk vind is geld in het leven. Wat niet belangrijk is, want ik vind Otje ook belangrijk. Mocht je nou nog steeds niet allemaal even begrijpen hoe dat werkt daar op Radio 649, dan gaat het ongeveer zo. Iemand vraagt aan mij bijvoorbeeld, hey Kelvin, wat vind je eigenlijk van Lil Kleine? En dan mijn antwoord is dan bijvoorbeeld, Lil Kleine is serieus mijn favoriete artiest uit de hele wereld. Dat vind ik al een paar jaar lang. Echt een rasartiest. Al zijn liedjes zijn fucking goed. Sommige mensen vinden hem een mogol, maar ik haat mensen die negatief zijn over hem. Je kan niet haten op Lil Kleine. Ik geniet er in ieder geval intens van. En dan denk je achteraf, oké, ik heb een goed woordje gedaan over Jorik. Hij zal me vast niet gaan haten achteraf. En dan kijk je de video terug en dan zie je dit. Lil Kleine vind ik echt een fucking mogol. Ik haat Lil Kleine. Intens. Snap je wat ik bedoel? Maar
teruggaan naar de reden waarom we deze video maken. Namelijk, ik ga eigenlijk voor het eerst kijken naar de aflevering van Masha bij Radio 649. Waarin ze het heeft over mij en dat ik blijkbaar een makeover kan gebruiken. Hoezo makeover? Oké, het enige wat jullie nu nog willen is dat ik gewoon die fucking video ga laten zien. Ik moet jullie nog één ding erbij vertellen. Namelijk, Masha heeft van tevoren mij een voice memo gestuurd. Nadat ze de opnames had gehad. Of ze belde mij of zo, ik weet het ook niet eens meer. Maar goed, alsnog. Ze zei tegen mij van ja, ik was bij Radio 649 geweest. En daar vroeg ze me de vraag, wie kan er wel een makeover gebruiken? Dat heb ik jou gezegd, want wij zijn gewoon goed met elkaar. Ik weet dat jij het kan handelen. Dat het tussen ons goed zit. En dat ik eigenlijk verliefd op je ben, maar dat ik het niet durf te zeggen. En bla bla bla. Maar goed, dat is allemaal bijzaak. Wat ze ook zei is, ja, misschien dat ze het zo gaan knippen dat het een beetje lijkt alsof ik je niet mooi vind of zo. Ik zei echt zo van, weet je, het is allemaal goed. Geen stress. Of ze het nou verkeerd geknippen of niet. I don't care. 2 weken later. Gewoon letterlijk de titel. Ik had de hele video nog niet gezien. Het eerste wat ik kreeg was een appje van Masha die zei lol, ze hebben het letterlijk in de titel gebruikt. Maar weet dus dat dit totaal geen haat is naar Masha. Ik hou van haar. Zij is echt een fantastisch mens. Er is niks mis met Masha. Ik neem het ook helemaal niet kwalijk. Ik neem het alleen Radio 649 kwalijk dat ze het in de titel hebben gezet. En bla bla bla. Dus ja, ik mag nu nooit meer daar langskomen. Dat weet ik ook al. Maar welke YouTuber kan wel een makeover gebruiken? Kelvin wel met gemillimeterd haar willen zien of zo. Scheer jezelf eens een keer kaal. Hoe zou dat er nou uitzien? Zo, dit is heftig. Holy shit, ik zou wel eens willen zien hoe Kelvin dus met een kale kaal hoofd. Kelvin met een kaal. Scheer jezelf eens kaal. Doe eens gewoon. Zover het antwoord op de vraag. Oké! Alright, Radio 649, back at it again, man! Het is echt zo, waarom zou je überhaupt die vraag verzinnen? Dan van oké, dan kan ik een vraag verzinnen, waardoor er eventueel mogelijk beef ontstaat tussen YouTubers. En dan kunnen we dat, ja man, fucking slim halen, oh my god. De titel is letterlijk quote tekens. De laatste keer dat ik checkte, was zeg maar aanhalingstekens, was als iemand iets letterlijk zegt. Als ik zeg, ik vind kaas lekker, dan kun je quoten in de Volkskrant morgen, dat mag je doen voor mij. Calvin, dubbele punt, aanhalingstekens openen, ik vind kaas lekker. Het sluiten. Bam. Maar Masha heeft dit niet eens gezegd, hè. Masha herhaalt letterlijk de vraag. Welke YouTuber kan wel eens een makeover gebruiken? Kelvin wel met gemillimeterd haar willen zien of zo. Oké, we hebben nu letterlijk gequote wat Masha heeft gezegd. Dan gaan we even op zoek. Mensen, via de meest recente technologie ooit, namelijk onze ogen. Gaan we even op zoek naar de titel, oké? Calvin kan wel een makeover gebruiken. Oké, gaan we. Komt-ie. Ja, helaas. Helaas. Stel je voor dat ik niet Calvin was geweest die gewoon scheid heeft en al deze shit. Maar dat ik letterlijk gewoon een boy was die in zijn woonkamer zou zitten en dit zou zien en zou denken. Calvin kan wel een makeover gebruiken. Kan ik wel een makeover gebruiken? Moet ik mezelf een makeover geven? Oké. Ik ga mezelf gewoon een makeover geven. Ik heb mezelf gewoon een makeover. Oké, Radio 649, laat één ding duidelijk zijn. Ik zal never, maar ook never mezelf aanpassen omdat jullie op een of andere manier dingen in titel zetten of wat dan ook. It ain't gonna happen, man. Join de Kelvin, abonneer op mijn kanaal. Voordat ik ga, moet ik nog één heel erg belangrijk ding zeggen. Namelijk, fuck Adolf Hitler. Alle mensen die hem tof vinden, zijn stom. Ik kan trouwens poepen op de hele wereld. Ik ben Kelvin Boerma. Haat is zinloos. Ik heb alle seizoenen van Peaky Blinders gezien. Mensen moeten die serie gaan kijken met hun ogen. Ik hou van jullie allemaal. Je bent perfect zoals je bent. Ik heb honger, dus ik stop straks even wat in mijn bek. Ik heb alleen nog maar vieze en ranzige koekjes. Maar goed, apen zijn mijn lievelingsdieren.
alle mensen op de hele wereld. Ik haat alle mensen met ogen. Hou allemaal je bek. Vieze, ranzige apen.